de wagens voor actieve koeling alleen al 4-5 keer zo duur zijn, waardoor het transport ook gewoon 3 keer zo duur wordt. Wij focussen vandaag om in die korte keten meer een waarde te voegen, namelijk waarde. Het ondernemersprogramma is een 12-weeks programma waarin we ondernemers een kickstart geven om te gaan ondernemen in de korte keten. Korte ketens zijn ketens waarin wordt samengewerkt. In een traditionele keten ben je eigenlijk echt een leverancier en zijn er verschillende schakels en weet je misschien niet waar jouw eindproduct eindigt, dus bij welke consument. En wat we met korte ketens echt willen doen, is dat we in de hele keten, uitgaande van de behoeften van de consument, samenwerken en daarmee een relevant product of een relevant aanbod neerzetten voor de consument. Het ondernemersprogramma bestaat uit 4 fases. En 1 is welk aanbod heeft de ondernemer waarmee hij wil ondernemen in de korte keten. Hoe kunnen we dat relevant maken voor de eindconsument? 2 is welke infrastructuur hebben we nodig om het aanbod bij die eindconsument te krijgen? 3 is een experiment. Daarin kijken we, zijn de aannames die we hebben gedaan, kloppen die? Zijn de consumenten enthousiast? En 4 is de nazorg waarin we gaan kijken, kunnen we het verdienmodel helemaal rondmaken, de losse eindjes aan elkaar knopen, zodat die ondernemer ook een vruchtbaar verdienmodel eraan overhoudt. Bij de provincie Flevoland werk ik als projectleider voor het Food Chain for Europe Interreg project. Dat is een uitwisselingsproject binnen Europa. Het doel van het project is om voedselbeleid te innoveren, stappen richting een duurzame voedselsysteem neer te zetten. En iedere regio doet dat met een eigen invalshoek. Tijdens de uitwisseling zijn we in Manchester een ondernemersprogramma tegengekomen. Dat heel specifiek op de food and drink sector gespecialiseerd was. Dat vonden we zo waardevol dat we hebben gezegd dat willen we in Flevoland vertalen. En daar zijn we nu aan de slag mee gegaan. En Horizon Flevoland heeft onderzoek daarna gedaan en dat programma naar Flevolandse context vertaald. Op mijn 16e ben ik eigenlijk per toeval bijna in de agrarische sector beland. Ik ging hier vakantiewerk doen op dit akkerbouwbedrijf, maar ik werd eigenlijk zo gegrepen door het agrarische werk, het op de trekker rijden als jonge jongen, maar ook de producten uit de grond kunnen halen en verbouwen om uiteindelijk te kunnen verkopen aan de eindgebruiker. Dat was voor mij een openbaring. En ik merkte wel dat ik al heel snel dat dit wel een sector was waarin ik heel graag mijn toekomst wou ontwikkelen. In 2014 kreeg ik de kans om een eigen onderneming op te zetten op dit akkerbouwbedrijf, Zonnespeld. Zonnespeld is gespecialiseerd in de verwerking van biologische en biodynamische granen. Wij verwerken onder andere de granen van dit akkerbouwbedrijf, maar daarnaast verwerken we ook granen voor derden. Wat wij echt misten in onze verwerking is contact met de eindgebruiker. Daarom hebben we sinds 2 jaar een klein verpakkingslijn opgezet. Hierin bieden we meel, bloem en pannenkoekenmixen aan in onze kleinverpakkingen. Wat zorgt ervoor dat we nu direct contact hebben met de klant. En we merken wel echt dat dat een enorme meerwaarde is binnen ons bedrijf. Dus we hopen dit ook enorm uit te kunnen bouwen de komende jaren. Onze meergranen broodmix is ons nieuwste product in ons assortiment. Enorm trots op. Hebben we op weten te zetten met behulp van het ondernemersprogramma van provincie Flevoland. Zij hebben ons geholpen met de marketing, met het onderzoek naar de ingrediënten, met de doelgroepanalyse. Veel professioneler dan dat ik altijd gewend ben. En het heeft ons zodanig geholpen dat elk nieuw product wat we in de markt gaan zetten, zeker op dezelfde manier gaan doen.